Het is de werkkamer van Marlies Wentink, dyslexietrainer van basisschool Het Bossenbroek in Den Bosch. Mevrouw Wentink, wat doet een dyslexietrainer? Dyslexietraining helpt kinderen met een dyslexieverklaring of kinderen met ernstige leesproblemen om het lezen gemakkelijker te maken. Ik bied ze houvast om teksten aan te pakken. Wat voor soort oefeningen laat u ze doen dan? Nou, er zijn verschillende oefeningen. Een van de oefeningen is bijvoorbeeld het werken in de taskast. Dan leren de kinderen, behalve het horen, het zien, vooral het voelen. Ze zien dus op dat moment de letters en de woorden niet, maar ze moeten via het voelen de letters en de woorden tot een zin maken. En wat leer je daar dan mee? Want... Nou, kinderen met ernstige leesproblemen of met dyslexie, die hebben vaak een klein hiaat in hun leesvaardigheid. In het verleden hebben ze te weinig kennis gemaakt met de volgorde van de letters. In een taskast voel je, dan moet je op dat moment ook het letterbeeld oproepen en het uitspreken. Dus zij voelen, het is eigenlijk het horen, zien en voelen. Kom je ooit van dyslexie af? Nee, helaas. Dyslexie heb je en dat houd je. En ik probeer hun dus houvast te geven om daarmee om te gaan. We moeten hier weg, gromde hij. En zo gauw mogelijk. Als Long Ben ons pak te pakken krijgt, is het met me gedaan. Ik ben geen lafaard, maatje, maar tegen een heel zeerovensnest kan ik en zelfs ik niet op. Goed verbeterd. Waar moeten we dan naartoe? Weet ik niet. Zal wel zien. Als we eerst maar hier weg zijn. Hartstikke goed, hé. Geen één fout. Ik had niet eens gevraagd van hoeveel fouten denk je. En je hebt geen één fout. Wat knap, joh.